YouTube was ooit een vrijplaats voor videomakers. Dat is niet meer zo. Het is nu onderdeel geworden van een dwingend establishment. Café Weltschmerz bouwt aan een alternatief. Een community die staat voor transparantie. Die tegen de stroom in kritisch informeert. Daarvoor hebben we u nodig. Steun ons met een maandelijkse bijdrage. Ga naar onze website www.caféweltschmerz.nl en registreer u. Dankjewel. Welkom bij Café Weltschmerz met ditmaal wederom een bijzondere gast. Ik heb de eer om naast Brian Roy te zitten. Welkom Brian. Dankjewel. Leuk dat je tijd voor ons vrijgemaakt hebt. Ja, goed programma. Hè? Dus, ja? Kijk je er vaak naar? Nou, de laatste tijd heb ik niet zoveel meer gekeken, maar vooral heel erg in het begin. Dus vorig jaar, begin COVID, heb ik heel veel uitzendingen gezien. Ja. Inhoudelijk erg sterk. Ja. Oké. Okay. Ja. Want even voor de mensen die Brian Roy een andere rol kennen. Uiteraard bekend als voetballer, jeugdtrainer, individuele trainer, de ex-man van Nada van Nie. We kunnen heel veel labels aan jou plakken, maar wat ik begreep, Brian, is dat jij de labeltjes over jouw persoon, jouw publieke persoon eigenlijk hebt weggeworpen. Mag ik dat zo stellen? Jij hebt ooit eens gezegd, ja, Brian Roy, het publieke domein Brian Roy, dat is een beetje weg. En ik wil me daar niet meer mee identificeren met die oude rol die je vroeger had. Klopt dat een beetje? Zeg ik dat een beetje goed? Nou, het is natuurlijk vooral voor jezelf. Hè. Niet meer identificeren, het zal altijd een deel van je leven blijven. Mm-hmm. Maar ik ben volgens mij in 2014 zijn Ajax en ik uit elkaar gegaan. Mm-hmm. En toen had ik besloten, voorlopig even, eigenlijk nooit meer voor een baas werken. Nee. En ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd als gedaan. Hè? En ja, goed, dus ik had heel veel tijd over. En dat was wel nou precies de tijd dat ik ook een hoop heb kunnen verwerken. Mm-hmm. Ajax-label, ja. Je hoort daar niet meer, dat ben je niet. Nee. Je bent die voetballer niet meer of je bent die trainer niet. En, dat is een bevrijding. Ja. Dat is absoluut de bevrijding. En, eigenlijk voel ik me nu eigenlijk net zo als voor mijn debuut. Ja. Dus, ja. Nou, het grappige is, ik ken jou natuurlijk van je Ajax-tijd. Hè. We hebben er ooit ook eens samen rondgelopen. En toen kenmerkte jij jezelf door altijd heel erg op de achtergrond te zijn. Verlegen bijna, zo zag ik jou. Wel heel aanwezig, hè. Je was daar elke dag, maar je trad niet echt op de voorgrond. Nu heb je zeg maar dat doorbroken door jezelf uit te spreken. Wat is voor jou eigenlijk de reden geweest, Brian, na jouw voetbalperiode, 2014 schrijf ik dan, dat jij een andere kijk hebt gekregen op het leven? Wat is voor jou de doorslaggevende factor geweest dat jij dacht, hier spelen andere dingen? Ja. Nou, eerst even wat betreft de voorgrond. Ja, zo zie ik het niet. Ik leid een ontzettend rustig leven. Ik heb alleen een andere mening dan weet niet hoeveel procent van Nederland op dit moment. Maar dat ik een andere mening heb over zaken die op geopolitiek niveau gebeuren, ja, betekent nog niet dat ik me op de voorgrond plaats natuurlijk. Ja. Ja, maar je komt er wel zo uit, hè? Want je doet bijvoorbeeld op Twitter, om dat even bij te pakken, doe jij gewaagde uitspraken, los van het feit of je het daarmee eens bent of niet. Daar vinden heel veel mensen wat van en die kennen jou niet in die rol. Wat heeft dat eigenlijk direct voor jou opgeleverd in jouw omgeving, goedschiks en kwaadschiks? Ja, niet zo, eigenlijk niet zo gek veel, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar ik heb natuurlijk wel een hartstikke lieve moeder die zich af en toe wel zorgen maakt natuurlijk. Mm-hmm. Maar terecht? Als moeder wel, ja. Als persoon, ze hoeft zich nergens druk om te maken. Eigenlijk was het in 2014 dat ik op Facebook een filmpje zag van Robbie Williams. Mm-hmm. Die zei eigenlijk op dat filmpje zo van, jullie moeten eens Zeitgeist kijken. Mm-hmm. Oké. Okay. Pieter Jozef. Goed. En dus ja, goed. Dus ik keek natuurlijk, het was Zeitgeist 1. Mm-hmm.
En ik heb die film bekeken. Ja, voor mij ging een complete nieuwe wereld open. Ja. Een andere kijk op de geschiedenis van een aantal gebeurtenissen natuurlijk. Ja, want voor de kijker even, die het niet kennen, Zeitgeist. Zeitgeist gaat eigenlijk over de lagen in onze samenleving die eigenlijk samenkomen en alles bepalend zijn. Of het nou religie is of wat voor stromingen, want politieke stromingen, alles komt uiteindelijk samen. Ja. En daar ging die film over, die liet de lagen zien van hoe ons leven er feitelijk uitziet, toch? Ja, even exact, kort samengevat. Hè? Ja. Event 9-11, wat er echt achter zit, hoe religie echt werkt, hoe spiritualiteit in elkaar zit uiteindelijk. Eigenlijk allemaal dingen die wij niet leren op school, wordt in ene duidelijk. Ja. En het was eigenlijk het moment waarvan ik dacht, oh, hier moet ik even verder induiken. Mm-hmm. Nou, dat was dan 2014. En vervolgens krijgen we in 2020 COVID. Ja, en dan valt alles in één keer samen. Ja, want jouw Twitter-account werd toen ook echt actief. Die heb je geloof ik nu een jaar, vanaf de coronaperiode. Ja, ik heb hem eigenlijk al vanaf 2014, maar ik gebruik hem niet. Toen lag hij rustig. Hè? Ja, dat ging rustig. En je hebt hem geactiveerd vorig jaar. Toen heb ik hem vorig jaar geactiveerd. En toen zag ik allemaal natuurlijk volgers voorbij komen. En zei ik, hey, wat zijn er veel mensen die hetzelfde erover denken, weet je wel. Ja, inmiddels zit ik op zoiets 11.000, 12.000 volgers. Ja. En dat is wel fijn, dat is wel leuk. Ja, ja. Je hebt een soort van uithangbord om mensen nieuwe inzichten te geven. Ja. En dat is prima. Ook loop je daar natuurlijk tegen averij aan. Want iedereen die tegen de stroom inzwemt, daar worden de schubben dusdanig van geraakt dat je toch een soort van gewond kan raken. Hoe is dat bij jou gegaan? Want je hebt bijvoorbeeld ook wat aanvaringen gehad online met, ik noem maar even een journalist, Chris Klomp. Je schiet gelijk in de lach. Ja, ja. Dat was best wel apart, toch? Wat daar gebeurde. Kan je daar wat meer over vertellen? Nee, dat gaan we hier absoluut niet over uitweiden. Want dat vind ik zonde van mijn tijd. Oké, maar het was wel een belangrijk feit. Hè? Want toen kwam jou... Nee, ik vind het onbelangrijk. Omdat de kijker wellicht natuurlijk maar deze man stelt helemaal niks voor. Nee. En weet je, het is zonde van mijn tijd. Ja. En zo zijn er nog heel veel meer van die figuren, noemen we dan trollen, die gewoon betaald worden door de staat om tegengas te geven. Dus heb ik allemaal geen zin, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Je gaat daar omheen, je passeert ze. Net zoals ze krijgen gelijk een blok. Ja. Bam. Ja, goed. In het begin had ik dat nog niet helemaal door, hoe dat dan... Dacht ik, krijg ik een enerfistische praat, je kan ze gelijk blokkeren. Ja. Ja, dan ben je vanaf. Ja, dat is de makkelijkste manier. Gewoon negeren. Ja, inderdaad. / verwijderen. Ja, exact, ja. Brian, en het is ook zo dat jij natuurlijk bezig bent geweest als lijstduwer van de Partij voor de Kinderbelangen. Ja. Om even een zijweg te nemen. Wat is de status daarvan? Want we horen niet heel veel meer van die partij in het nieuws, maar dat zegt natuurlijk niks over wat er op de achtergrond gebeurt. Ben je nog betrokken? Nou, ik was natuurlijk lijstduwer van de partij, omdat de partij voor goede dingen stond en staat. Mm-hmm. En ik ook Harriet en de Kat ontzettend wilde steunen, die ongelooflijk goed werk doet. Ja. En Yvonne Brink en ik ook, die al jarenlang aan het strijden is tegen de misstanden die in de rechtelijke jeugdzorg en de rechtelijke macht allemaal... plaatsvinden. Mm-hmm. Die insteek vind ik geweldig. Ja. Het is nu wat rustig. Dus, en kijken hoe we dat in de toekomst nog weer op kunnen gaan pakken. We weten nu niet eens of er straks ooit nog verkiezingen komen. Mm-hmm. We gaan naar een nieuwe tijd. Dus het is even afwachten waar we naartoe gaan met z'n allen in deze wereld. Maar dat er een transitie aan zit te komen. Compleet nieuwe wereld waarin we gaan belanden, ja, dat is zeker. Enig idee hoe dat zichzelf vorm zou gaan geven? Heb jij daar een idee bij wat de nieuwe wereld dan gaat inhouden? Ja, ik kan daar wel over uitgewerken, maar dat is voor iedereen om zelf onderzoek naar te doen. Ja. En dat is nou uiteindelijk ook hetgene om echt wakker te worden. Mm-hmm. En, niet alles voorgekoud worden. Kijk, als je echt iets wil bereiken, dan moet je de tijd stoppen. En dan moet je de tijd stoppen. Ik heb niet voor niets bij de 11 beste spelers van Nederland behoord. En daar zit heel veel tijd in. Ja,
Ja, dat, heel veel tijd, tijd en onderzoek en training en onderzoek, ja, ja. Naar jezelf. Dus ja, dus als je echt naar de waarheid op zoek wil, ja, dan moet je daar wat aan doen. Ja. Heeft de waarheid, zoals je die nu zeg maar op tafel hebt liggen voor jezelf, heeft dat jouw leven verrijkt of bemoeilijkt? Nou, verrijkt. Alleen maar verrijkt. Ja? Bevrijd. Verrijkt. Ja, kijk, op het moment dat je door hebt dat, dat je in een, wat ze noemen, in een matrix zit, in een mm-hmm. systeem. En dat je erachter komt dat, dat politiek en mainstream media gewoon zwaar corrupt is. Ja, dan is dat meer bevrijdend dan dat je tegenhoudt. Want weet je dat het één grote show is. Ja. En op het moment dat je dat je dat je dat, dat, dat je dat door hebt, is het absoluut bevrijdend. Want de waarheid, dat zet je vrij. Zelfs ja, simpel. De truth will set you free. Ja. Dus het is in jouw geval ook zo gegaan. Je hebt een soort last die van je schouders gevallen. Dat je niet meer dat publieke personage hoeft te zijn. Hè, die hiervoor. Nou, ik heb veel minder schaamte. Ja. Ja. The name of the game is no shame. The name of the game is no shame. Ik heb, ik heb geen schaamte. Dat komt uiteindelijk doordat ik in 2014 en al achter was dat er dingen niet kloppen. Ja. En dat alles wat je op tv ziet, kan gewoon de prullenbak in. Ja, is, ja grote, is dat dan ook echt alles? Want dat is natuurlijk ook weer een vraag op zich. Hè. Er zijn heel veel waarheden in de lucht. Maar hoe selecteer je wat nou de echte waarheid is? Hoe doe jij dat? Want er is heel veel ruis, hè, naast heel veel waarheden. En dat moet je wel op een gegeven moment gaan shiften. Van nou, dit resoneert en dit niet. Exact. Wat is jouw meter daarin? Hoe doe je dat? Nou ja, de complete mainstream media wereldwijd kan gewoon een prullenbak in. Ze hebben één stem. Ja. En er zijn 6 families die wereldwijd de controle hebben over alle mainstream media. Kranten en televisie. En dus dat kan allemaal de prullenbak in. Ja. En ja, door social media kom je erachter dat je heel veel citizen journalists hebt die niet verbonden zijn aan grote bedrijven die media hebben. Nul. Mm-hmm. Die doen zelf onderzoek. Ja. En dat is het meest zuivere wat er is. Hè. Zelf onderzoek doen. Ja. En dat naast mainstream media neerleggen. En wat resoneert dan bij hem is compleet het tegenovergestelde dan wat mainstream media verkondigt. Ja. Dus, ja, en toen ik begon in 2014 waren er maar een paar, weet je wel. Eigenlijk had je alleen Anonymous heette dat in 2014. Mm-hmm. Ik weet niet of die je ook nog kent. Ja, zeker. Op YouTube. Zeker. En nu heb je er zoveel. Ja, daarom. Want je kan door de bomen het bos niet doen. Vandaar mijn vraag ook van heel veel doen het ook om een bepaalde populariteit op te halen of kijkcijfers. Nou, degene die ik volg niet. Nul. Nee. Gaat nul om kijkcijfers. Heb je tips voor mensen die, net als jij, de waarheid aan het opzoeken zijn? Nou, daar ben jij inmiddels al in geslaagd. Maar mensen die nog in dat proces zitten. Wat zijn goede informatiebronnen om die waarheid omhoog te halen? Kan je er een paar noemen? Ja, X22 Report. Mm-hmm. Dat is een hele sterke. Die volg ik ook eigenlijk al vanaf maart, ook vanaf het begin. And we know, dat is een Bijbelse vers en die heeft hij gebruikt, JD heet hij geloof ik, als titel van zijn YouTube channel. Maar ja, de meeste zijn dus van YouTube afgedonderd. Ja. Die zitten of op Rumble of op Telegram Telegram en op BitChute. Mm-hmm. Je hebt Charlie Ward is ijsterk, je hebt Nicolas Venjamin, je hebt Danielle Sotijn, samen met Peter Bierhoff, je hebt Willem Vissers. Het zijn allemaal ijzersterke kanalen die, waarmee je goed meegenomen wordt in het hele proces. Ja. Want ja, de later je erin stapt, hoe moeilijker het is om natuurlijk het te volgen. En vooral Jeanette Oswaard hè, met haar 10-delige serie over de kabal, de val van de kabal. Ja. Ja, dat als je net instapt, dan is dat toch iets wat je zeer zeker moet gaan zien. Ja. Er zijn mensen die dat natuurlijk proberen, die zeg maar vanaf het kinderbadje in het diepe springen en dan bij Jeanette uitkomen. En dan raken ze een soort van verward door zoveel informatie die surrealistisch bijna aandoet, dat ze gewoon eigenlijk weer de kop terug in het zand steken. Want wow, dat is, it's too much.
Jeanette brengt dat wel heel controversieel naar voren, zonder een demper erop. Het is wat het is. Is dat nodig om mensen wakker te schudden? Of zou dat gefaseerd moeten en ingemasseerd moeten worden? Want het is best wel wat informatie als je daar totaal geen weten van hebt, toch? Ja, weet je, nu heb je het over de vorm. Mm-hmm. Ja, en voor mij zal het nooit over de vorm gaan, altijd over de inhoud. Mm-hmm. En hoe die inhoud gebracht wordt. Ja, so be it. Ja. En uiteindelijk gaat erom dat je toch naar een hoger bewustzijn moet gaan. Omdat datgene wat je op mainstream media te zien krijgt, is alleen maar bedoeld om je dom te houden. Ja. En op je een lage frequentie te houden. En ja, en dus er zijn nu nieuwschannels waar je even je best moet doen om en op je tanden moet bijten om het te kunnen begrijpen. Ja. Ja. Nou ja, kijk, er is natuurlijk ook heel veel te doen geweest het laatste jaar over de verkiezingen in Amerika. Trump, laten we die er even bij pakken, kort. Ik zie dat jij op Twitter hem regelmatig een hart onder de riem steekt. Ja. Kan je aangeven aan de kijkers wat precies jouw broederschap is met de heer Trump? Waarom vind je hem zo fascinerend en boeiend? En wat doet hij anders als al die presidenten en politici voor hem? Het is een zakenman en geen politicus. Mm-hmm. Maar hij zit wel in de politiek. Hij zat in de politiek. Hè? Ja. Dus hij heeft daar toch het deel aangenomen. Maar wat is de reden dat hij zakenman is geweest? Is dat juist de reden waarom hij het zo anders deed? Nou, hij is natuurlijk op een latere leeftijd de politiek ingedoken. En ja, daar zit natuurlijk een groot verhaal achter. Het is niet zomaar. Hij is gevraagd door de military industry in Amerika om te gaan voor het presidentschap. Ja, omdat het hele systeem omgegooid moet worden, wereldwijd. Mm-hmm. Nou, zo, en daar heeft hij Jaap gezegd dat uiteindelijk is dat gebeurd. En ja, het hele proces daarachter, de hele tactiek achter de military industry en het hele team van Trump, ja, dat zit zo geniaal in elkaar. Mm-hmm. Ja, dat kan ik jou niet even binnen de 2-3 seconden uitleggen. En dat vergt ook weer onderzoek, dan moet je induiken. Ja. En het is net als met voetbal, ja, weet je, als het over tactiek gaat, dan moet je er ook in duiken. En, en als je dan ook niet uit die voetbalwereld komt, ja, dan kan het zijn dat je het ook niet 1, 2, 3 even snapt. Ja. Dan moet je even onderzoeken. Ja. Maar uiteindelijk is het zo dat, de wereld is nu zo links of rechts. En je hebt de good guys en de bad guys. En wat mij betreft is Donald Trump de leider van de good guys. Ja. Ja, Trump staat nou op een zijspoor, qua presidentschap dan. Hij is geen president, dat is Biden. Verwacht jij hem nog terug? Zonder enige twijfel. Als president? In wat voor vorm dan ook, maar hij komt terug. Oké. Okay. Ja. Ja, er gaat een transitie komen. En de wereld waarin we nu leven, met vaccinaties en COVID. Mm-hmm. Nou ja, wij zijn allemaal een stukje ouder. Mm-hmm. Abnormaal. Ja. Absoluut abnormaal. En dat moet weggevaagd worden. Ja. Ja. Hoe doen we dat? Door erover te praten zoals nu? Uiteindelijk. Het enige wat wij naartoe kunnen doen is aangeven dat er een andere kijk op het leven is dan datgene wat er op tv tentoon gespreid wordt. Ja. En bij zoveel mogelijk als mensen toch een keer gaat vallen. En toch nieuwsgierigheid teweeg brengt. En dan denk ik, laat ik er toch eens induiken. Ja, want nu we het even over corona hebben en de vaccins en noem maar op. Of de experimentele prikjes, hoe je ze ook wilt aanduiden. De WK, of de EK-koorts staat voor de deur. Over 2 weken is de aftrap van het EK in Amsterdam voor Nederland. Er was laatst in het nieuws, en het laatst bedoel ik de laatste 24 uur, dat er een aantal spelers van Oranje wel en niet gevaccineerd zijn. Het is geloof ik 6 dat ik weet dat die het sowieso niet willen. En wat is de reden, wat is de reden dat dat dan weer naar buiten gebracht moet worden? Weet je, dit is weer zo krom. Ja, want stel, Brian, wat maakt het uit? Ja, misschien is het ook een schot voor de boeg wat ik gevraagd, want ik weet het antwoord eigenlijk al. Maar stel dat jij vandaag de dag Brian Roy was op het veld. Zou jij je dan in de hoedanigheid van toen
durven uitspreken als het niet goed voelde. Tegen bijvoorbeeld een prik. Want Frank de Boer die zei, iedereen moet het zelf weten. Maar ik zou ze adviseren om het wel te doen. Als zo'n coach dat dan roept, hoeveel invloed heeft dat dan op een sporter? Nou, ik vind die zes die het niet doen, nou, die zijn echt wel wakker. Want toen ik zelf voetbalde, was ik dat absoluut niet. Nee. Ik had totaal geen notie. Jij had hem blindelings genomen, wellicht. Ja, zeker. Ik had absoluut geen notie wat er eigenlijk in de maatschappij gebeurde. Ik was vol gefocust op mijn voetbal. En nou waren natuurlijk niet in die tijd niet zo heftige gebeurtenissen. En als ik in de hoedanigheid van nu, had ik natuurlijk ook niet gedaan. Maar ik vind het ontzettend knap dat er zes spelers zijn die verder kijken dan hun neus lang is. Ja. Nou ja, wat ook een beetje de magic word is tot verbinding, horen we de laatste tijd. Dennis Spaanstra is er een goed voorbeeld van, Police for Freedom. Die geeft namelijk aan van, jongens, we kunnen wel overal tegen zijn, maar laten we ook vooral uitspreken waar we voor zijn. Dat geeft een iets andere toon aan de discussie. Deel jij die mening ook? Het is allemaal tegen, maar moeten we gewoon niet benoemen waar we voor zijn? In een negatieve wereld waar we nu in leven, waar moeten we dan voor zijn? Nou ja, je kan bijvoorbeeld voor vrijheid zijn. Je kan voor de vrijheid zijn om te kiezen of je een vaccinatie wil. Dat klinkt beter misschien al tegen. Hè? Dus in dat kader is Dennis zeg maar bezig om negatieve en positieve spin te geven. Nee. Het is, dat geloof het jij niet, hè? Nee, nul. Jij zegt, er moet... Het is of links of rechts. Het is krachttermen die je moet gebruiken en je moet het aanduiden. Als je wat wil bereiken, als ik een bal niet in de goal schiet, dan word ik uitgejouwd. Als ik hem wel score, dan word ik toegejaagd. Ja, er is geen middenweg. Er is geen middenweg. Nu in deze wereld is er geen middenweg. Nee, jij zegt, en eigenlijk is het ook geen tijd meer dat je niet kiest. Je zult uiteindelijk moeten kiezen. Het is de red pill of de blue pill. Ja. En dat geldt voor iedereen op dit moment. En als je en welke je ook kiest, even goede vrienden, maar als je de red pill kiest, dan moet je uitspreken. Ja, wie de schoen past, trekt hem aan. Wie de schoen past, trekt hem aan. Vind je trouwens van deze schoenen? Ja, ontzettend lelijk. Ja, er is een groep in Nederland, een heel selectief groepje, die graag deze schoenen draagt. Maar ik vind het leuk, zet ze op tafel. En wie is die groep dan? Nou ja, het is er eigenlijk volgens mij maar één, maar die is tegenwoordig wel een groep. Maar goed, ik schuif de schoenen even terzijde. De sportwereld versus coronavaccinatie. Vind jij dat ze zich genoeg uitspreken? Want er zijn er ongetwijfeld genoeg, in Nederland zelf, er zitten er al schijnbaar zes. Er is een verdeeldheid in die sportwereld, wie dat wel en niet ondersteunt het corona-angstverhaal. Maar merk jij dat ook, want je hebt vast nog contacten in die sportwereld. Zijn er bekende sporters of ex-sporters die zich ook naar jou toe uitspreken tegen de buitenproportionele maatregelen? Ja. Kan je er een paar noemen? Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Waar ligt de verantwoordelijkheid? Bij welke groep ligt de verantwoordelijkheid over dit? Je bedoelt de verantwoordelijkheid van? COVID of vaccinatie. Ja. Nee, die ligt niet bij de voetballers. Nee. Dat ligt of bij de KVB of bij de politiek. Mm-hmm. Dus van de voetballers kan je niet verwachten dat ze stelling nemen. Vind je dat de KVB krachtige stelling heeft genomen in dit verhaal? Of zou dat dan jouw gevoel beter gekund hebben? Nou ja, ook. Ja, dat hangt vanaf, ik weet niet zo goed op het moment waar de verantwoordelijkheid echt ligt. En volgens mij ligt de verantwoordelijkheid bij de politiek. Mm-hmm. De verantwoordelijkheid ligt bij de FIFA. Ja. En die moeten zich uitspreken over vaccinatie, wel of niet. Ja. En dat zijn degenen, en die moet opstaan ten opzichte van de politiek. Ja. That's it. Ja. Dus van de bonden of spelers hoef je niets te eisen of te verwachten, want daar ligt hun verantwoordelijkheid niet. Nee. Nou ja, het valt mij vooral op dat het vooral een soort van muisstil is in die sportwereld. Mensen zijn toch een beetje angstig voor reputatieschade of whatever. De enige die ik eigenlijk over hoorde was, opvallend genoeg, Willem van Hanegem. Ja. Die zei, ik laat me door niemand prikken behalve een mug. Ja, geweldig. Dat is echt op zijn Van Hanegems. Ja, ja, Maar ja, hij is wel een van de weinigen die dat soort uitspraken durft te doen. Ik heb Dick Advocaat ook wel eens een beetje in die richting zien gaan, maar de keuter wordt ook een beetje teruggetrokken. Ik denk dat het ook te maken heeft met de druk van de media. Dat kan jij als geen ander vertellen. Hoe zwaar weegt die druk van die media op dit soort bekende Nederlanders om zich te uiten?
Ja, dat hangt van jezelf af. Hè. En ik ben ontzettend trots op Willem dat hij het ook gewoon geweldig met humor aanpakt. Ja. Weet je, zowel ik leerde Willem al kennen toen ik 10, 11 was. En toen was het eigenlijk al een vaderfiguur voor ons als spelertjes. Ja. En was hij zo vriendelijk en verbaasde hij al eigenlijk over met zijn traptechniek. Ik denk, wat doet die man nou met zijn buitenkant links? Ja. Zo geweldig. Ja. En Willem is altijd, net als Johan Cruijff natuurlijk, de twee grootste spelers ooit van Nederland. Absoluut. Die was altijd vrij gevoeld om hun eigen mening te verkondigen. Ja. En ik ben blij dat Willem het nog steeds doet. Ja. En niet bang is. En ja, ze kunnen me nog meer vertellen, maar ik verpas zelf wel wat ik doe. Nou, geweldig. Ja, ja. Nou ja, wat ik al aangaf, het EK staat voor de deur. Het wordt een heel groot mediacircus, maar anders dan dat we dat in de voorgaande jaren hebben gezien natuurlijk. Ik geloof iets minder publiek. En natuurlijk zullen we heel veel het vaccin- en coronaverhaal voorbij zien komen. Wat verwacht jij van deze EK, hoe ze dit gaan benutten? En dan heb ik het over de mainstream media, om hier weer iets mee te gaan doen. Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Maar ja, ik heb ook geen zin om daarover na te denken. Eén, ik kijk al geen tv meer. Voetbal toch wel? Alleen voetbal. En golf. Ja, ja. En dus die tv staat al bijna een jaar. Nou, zeker een jaar kijk ik niet. Dus ja, en ten tweede, ja, hou ik me er niet mee bezig. Nee. In hoeverre zij dit wel of niet gaan benutten, het interesseert me niet. Nee, oké. Dat is ook een keuze natuurlijk. Ja, het interesseert me helemaal niks. Ja. Nee. Nou, we toch over voetbal hebben. Volgend jaar staat er weer een groot event op stapel. De WK, Qatar. Ja. Is al veel over gezegd en geschreven. Dat heeft alles te maken met het feit dat er al heel veel slachtoffers zijn gevallen in de aanloop naar het WK. Dan heb ik het vooral over de constructiebouwers. 6800 doden de laatste jaren bij elkaar opgeteld. Althans, dat vertelt de media ons. En er is best wel een pittige discussie op gang. Moeten wij daarheen, als we ons kwalificeren, moeten wij daarheen? Naar het WK in Qatar. Want de mensenrechten worden geschonden, er zijn doden gevallen. Mensen stemmen gaan op en zeggen, ja, Johan Derksen bijvoorbeeld, een tegenstander. Hoe zit jij daarin? Ja, waar ligt de verantwoordelijkheid? Ik denk ook bij ons allemaal. Kijk, wij tunen natuurlijk in. We willen vermaakt worden. We willen goed voetbal zien. Dus op het moment dat wij dat als kijkers doen, dan hebben ze business. Maar het gaat ook heel ver om te zeggen, dan gaan we het WK niet meer kijken. Dus dat snap ik. Maar wat denk jij, hoe zit jij daarin? Vind jij dat terecht dat het WK daar gehouden wordt? Ja, één. Volgens mij was in 78 met het WK in Argentinië de groente gespeeld. Ja. Nou, ja. Hadden we daar ook niet heen moeten. Ja. Was ook trouwens heel veel over te doen, hè? Freek de Jonge, Bram Vermeulen, dus, gingen we liedjes aan wijden. Ja, en ten tweede eigenlijk, ja, de verantwoordelijkheid ligt bij de FIFA. Ja. En dat betekent dat de enige die nog in kan grijpen, is de politiek. Ja. En zolang zij dat niet doen, ja, wat kunnen wij dan doen? Ja. Nee, eens. Dus, maar het zou natuurlijk wel heel stoer zijn, hè? Stel ik me dan even voor, ga ik even hard op fantaseren, als zonder bemoeienis van zeg maar de FIFA een land, of dat nou Nederland is of een ander land, besluit op basis van morele waarden, nou, wij gaan daar gewoon niet heen, los van wat de FIFA zegt. Zie je dat gebeuren? Nou ja, goed. We leven in een maatschappij van globalisten. Mm-hmm. Ja? En het is één pot nat. Mm-hmm. Dus dat gaat nooit gebeuren. Nee. Dus 99,9% van alle politici zijn corrupt. Dus dat is veel, hè? Het is heel veel, ja. En het is ook echt zo. Ja. Ik kan er niks anders van maken. Nee. Dus dat is een utopie. Ja. Dus jij, maar als jij zou moeten kiezen, Brian Roy is morgen head of the FIFA. En jij zou moeten adviseren of we daarheen gaan, wat zou jij dan zeggen? Ja, dat is ook een utopie. Ik bedoel, eerst zal de wereld compleet andersom gedraaid moeten worden. Uh-huh. Om weer een gezond klimaat en infrastructuur te kunnen creëren als mensheid. Om weer rustig op te bouwen naar events, naar de waarheid van wat er allemaal in het verleden is gebeurd. Uh-huh. Zodat iedereen wakker is
En dat we weer van het nulpunt uitgaan om gewoon weer een gelukkig leven met elkaar te kunnen gaan leiden. Zonder oorlog, zonder armoede, zonder honger, et cetera, et cetera, et cetera. We moeten naar die nieuwe wereld. En wanneer dat is, dat kan ieder moment. Ja, maar dat is natuurlijk ook een beetje een utopie. Zolang de wereld bestaat vanaf mensheugenis, is er oorlog of is er iets? Denk je dat dat dan ooit gaat veranderen? Ja. Op basis van? Ja, op basis van onderzoek die ik doe, hè, naar de citizens journalist van deze tijd, mm-hmm, op social media. En dat wat resoneert bij mij. Ja. En that's it. En iedereen moet voor zichzelf bepalen of je onderzoek wil doen naar wat er hier werkelijk gebeurt. Of klakkeloos het aannemen, of klakkeloos aannemen van de media. Ja, ja. Dat is waar we nu in zitten. Ja. En ja, ik zal altijd mijn hele leven lang blijven geloven in het goede. Ja. En daar ga ik voor. Ja. Ga ik voor. En dat zal ik mijn hele leven altijd blijven doen. Nou ja, maar goed, laten we de media er nog even bij pakken. Je gaf net al even aan, alvorens we in gesprek gingen hier aan de tafel, dat voor jou een heel onbetrouwbare factor is op dit moment. Bij die nieuwe wereld zou dan ook, zeg maar, dat gaan veranderen? Zal dat meekleuren? Ja. Of moeten we het hebben van kanalen à la Café Weltschmerz, Blue Tiger? Ik hoop het wel. Wordt dat de nieuwe standaard? Ja, zonder enige twijfel. Ja. Zonder enige twijfel. We leven in een information warfare. Hè? En dat betekent dat, ja, dat het niet met kogels en bommen en granaten gaat. Nee. Maar dat het een informatieoorlog is tussen de citizens journalists, mm-hmm, en de mainstream media. Mm-hmm. En er zal een moment komen dat heel dat mainstream media weggevaagd wordt. Ja. In deze oorlog. Ja. En dat we naar een nieuwe vorm van informatie zullen gaan. Hoe dat, ja, eruit ziet, ja, dat weet ik ook niet. Nee, nee. Ze zeggen ook dat Trump bezig is om een platform te bouwen aan de achterkant. À la Facebook. Hè, met natuurlijk wat andere normen en waarden. Ja. Of misschien met normen en waarden. Ja. In hoeverre denk jij dat het nodig is om zo'n platform, weer een platform, zeg maar op te tuigen? Zal dat wat bijdragen? Of denk jij dat hij alleen volgens mij heeft hij al zijn eigen platform waarin hij informatie deelt. Mm-hmm. Hè? En waarin hij volgens mij dagelijks statements maakt. Mm-hmm. Een hele belangrijke en goede statements van wat er ondertussen gebeurt op de achtergrond. Ja. En op de voorgrond in Amerika. En Mike Lindell, ook een zeer goed citizens journalist inmiddels, die ook bezig is met nieuwe platformen. Maar ja, voor zover ik het weet, komt een heel nieuw quantum systeem waarin een compleet nieuw internet komt. En daar zit Trump achter. Ja, ja, duidelijk. Hey, en als ik zeg maar kijk naar in Nederland, laten we Trump even als vergelijk pakken. Iemand die zich durft uit te spreken, autonoom opereert. $1 als salaris nam omdat hij het niet nodig had als, ja, president. Wie komt er het dichtst bij in het politieke landschap in Nederland bij de ideologie van bijvoorbeeld een Trump? Wie heeft jouw sympathie? Ja, ik, niet iedereen heeft me nog echt kunnen overtuigen. Nee. En Wiebe Den Haag, waarvan ik hele goede dingen hoor. Uh-huh. Dat zijn wel de figuren die die daar dichtbij komen. Maar ik volg de Nederlandse politiek niet zo heel erg sterk. Want ja, het gaat toch in Amerika gebeuren. Ja. En daar zal de grote klap plaatsvinden. En wat er daarna hier gebeurt, we zullen gewoon moeten volgen. Ja, ja. That's it. Want als ik de nieuwsberichten van de laatste tijd eens goed bekijk, is het zo dat Trump dit allemaal volgens de berichten gepland heeft. Het gaat eigenlijk precies zoals hij, zeg maar, ja, het wil. Maar er moet ergens inderdaad trust the big plan en dat soort verhalen. Maar denk jij, laten we Trump ook niet roomser dan de paus noemen. Hij heeft gewoon goede ideeën. Hè? Maar hij is niet een verlosser. Hè? Zoals Jeanette Ossebaard ook schetste in haar docu. Maar wel misschien een hele belangrijke schakel in die verandering. Wie zou dat stokje in Nederland kunnen overpakken van Trump? Want het moet vanuit Amerika komen. Maar dan moet hij hier wel mensen zijn die dat steunen. Waar zou dat vandaan moeten komen? Van welke partijen bijvoorbeeld? Maar geen enkel. In feite bepaalt het volk, hè,
wie zeg maar hen vertegenwoordigt. Mm-hmm. En in Amerika is dat nu natuurlijk Trump. Maar ik geloof, ik weet niet of je van het geboortetrust hebt gehoord. Mm-hmm. In feite moeten we helemaal niet stemmen. Nee. Je moet autonoom zijn. Je hebt over soeverein zijn. In ieder geval autonoom zijn. Mm-hmm. En, zodat je buiten het systeem blijft. Ja. Buiten die matrix. Nou, en die matrix die gaat eruit. Ja. Dus hoe dat er in de toekomst uit gaat zien, ik weet het niet. Nee. Maar dat ieder mens op deze wereld autonoom moet blijven. Ja, dat is een feit. Ja. Dus hoe het in de toekomst eruit gaat zien, ik zal het niet weten. Maar nee. dat er dingen gaan veranderen, zonder enige twijfel. Ja. Brian, jij hebt ook wel een paar plannen op stapel staan. Je was natuurlijk ook eerst bezig met een aantal projecten in Spanje, begreep ik. Nou, volgens mij heb je daar alweer stappen in gezet. Maar ik zag ook dat jij niet zo lang geleden bent gevraagd om een voetbaltak op te zetten in Oost-Europa. Klopt dat? Dat heb ik gelezen, hè? Dus, vanuit de mainstream trouwens. Ja, ik heb een aanvraag gehad vanuit een land in Oost-Europa om daar een directiefunctie te bekleden. Mm-hmm. Om de club weer zeg maar opnieuw op te bouwen. Mm-hmm. Dus ja, daar ben ik nog mee in onderhandeling. Ja. Dus we gaan het zien. En voor de rest heb ik nog wel wat andere zaken die boek? Ik lekker aan het doen ben. Dus ook, nee, die gaat er niet komen. Oké, okay, dat gaat niet door? Nee, dat gaat niet door. Dat heb jij zelf besloten ook? Dat is... Was met de dochter van Derksen? Klopt dat? Ja, hè? Ja, nou ja, die waren al uitgestapt, want die vonden het best wel een eng boek. Door de uitspraken, niet door wat er in het boek echt staat, maar... Door wat ik was toen al best wel flink, dus alweer een jaar geleden geloof ik, flink bezig op Twitter. En zij vonden dat het dan moeilijk werd voor hen om mij bij programma's te krijgen, zoals een Eva Jinek of De Wereld Draait Door. Dus zij wilden daar afstand van nemen. Dus, okay. Dat is goed. En uiteindelijk zijn er ook bepaalde dingen in het boek die er voorkomen. Hè, waar je eigenlijk geduld moet hebben totdat dat allemaal mainstream wordt. Ja. En dus, dat duurt nogal lang. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het is 2 jaar geleden geschreven. Mm-hmm. Dus het werd wel wat gedateerd. Het is ingehaald door de actualiteit. Het wordt eerst enorm ingehaald door de actualiteit. Ja. Dus en niet. Wie weet ooit nog. Ja, want Brian, jij bent ook bezig, zag ik, ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar wat je allemaal doet. Je doet leuke dingen. Iets met Russische kunst, vertel. Ja, dat is alweer een tijd geleden. Dat ligt natuurlijk ook op de plank door COVID. Ja. En dat is iets wat me enorm bezig houdt en wat ook nog steeds gaande is. Dus met wat ik ongelooflijk interessant vind. Mm-hmm. Ik ben een hele hoop te weten gekomen. Over de Russische geschiedenis natuurlijk en de Russische avant-garde kunst die eruit voortgekomen is. En vind ik ontzettend leuk. Heel iets nieuws, heel wat anders. Ja, want ik merk dat je in heel veel lagen geïnteresseerd bent die spelen in de wereld. Dat hoor je niet heel veel, althans ik zeg niet dat het niet zo is, dat exporters, topsporters dat niet doen. Maar er zijn weinig die zich zeg maar uitspreken. Als jij nu een voorbeeld zou moeten nemen in de huidige wereld van sporters, wie vind jij dan echt dat je zegt, dat vind ik echt een baas die durft dat en dat neer te leggen? Heb jij een soort van voorbeeld nu in de sportwereld? Weinig. Wout Weghorst. Ja, Wout Weghorst is iemand die zich fel heeft uitgesproken in Duitsland. Is hem ook wel op een soort van straf komen te staan. Hij werd aangepakt door de media. Hij heeft zijn woorden... Is dat een straf? Nou, in die zin, het kan hem wel schaden als voetballer. Of het een echte straf is, weet ik nog niet. Is toch geen straf? Nou ja, ik bekijk het even vanaf de andere kant natuurlijk. Want hij moest wel een beetje door de stof heen daar. Ja, maar dat moet ik ook. Ja. Maar als je... Ja, maar jij hebt geen clubverbindenis natuurlijk. Hè? Dus jij kan makkelijker dingen roepen als bijvoorbeeld een Wout Weghorst die onder een contract staat bij Wolfsburg. Maar hij doet het toch. Hij doet het wel. Dat vind ik heel knap. Dus ik denk dat je de spijker op zijn kop hebt geslagen ook. Maar dat is er slechts één, hè? Ja, maar je ziet
Je ziet dan in wat voor maatschappij we dus leven. En ja. Daarin speelt de mainstream media een ontzettend kwalijke rol. En druk ik me ontzettend bescheiden uit. Ja, er zit wel gif bij, als je het zegt. Er zit heel veel gif in. Ja. Maar je beheerst dat wel. En je uitingen doe je via Twitter. Is dat het meest efficiënte kanaal voor jou? Word je daar het minst lastig gevallen door trollen? Of worden je uitspraken daar niet weggeband? Of waarvoor kies je voor Twitter? Ja, dat is zo gelukt. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat in het begin. Ik weet niet meer wie dat eigenlijk voorstelde, maar ik ben gaan kijken. En toen zag ik heel veel gelijkgestemden. Mm-hmm. En dat vond ik ontzettend fijn. Jeetje. Ja. Ik sta er niet alleen in. Nee. Weet je? En zo is het eigenlijk gegroeid. En ik denk ook dat het een manier hoe dat ook in elkaar zit. Hè? Dat je kan gewoon je volgers blokkeren. Ze weer zo'n idioot is, dan kan je er lekker uitgooien. En je kan daar ook nieuwsfeiten haal je eruit. En iedereen die gelijk gestemd is, heeft weer iets nieuws gevonden of wat interessant is. En nu is het eigenlijk Telegram. Ja. Telegram, ik heb daar niet mijn eigen kanaal, maar ik gebruik Telegram puur voor het nieuws. Ja, duidelijk. Ja. Ja, zit er ook nog misschien een toekomst voor jou in het verschil dat jij zelf iets gaat doen op mediavlak? En dan bedoel ik een eigen platform? Nul. Nul. Oké. Okay. Die behoefte heb je helemaal niet. Nee. Nul. Nee. Ik laat een leuk leven, en, vooral op de achtergrond. En ik zal nooit. Ik ben blij dat ik een beetje rust heb. Ja, kom maar. Ik hoef niet meer iedere dag op het veld te staan. Nee, dat is ook een verademing, toch? Is een verademing. Kan ik je uitslapen? En, ik kan de tijd zodanig indelen zoals ik het wil. Ja. En, dat bevalt me enorm. Leuk. Trouwens, mocht je nog ooit bij Unique of dat soort programma's binnen willen komen, wat ik betwijfel of je daar echt wel wil zitten. Nee, dat zal nooit gebeuren. Deze. Straks meeneemt, zou je eventueel kans hebben om daar aan te schuiven? Want dit schijnt een soort van trademark te zijn dat het wel snor zit. Hugo de Jonge die komt ook overal ermee binnen. Dus misschien dat je die schoenen wil adopteren, zodat het weer een ingang verschaft dat ook de mainstream jouw verhaal eens kan aanhoren. Ik bied ze hier aan. Ja, maar ik weiger. Je weigert? Ja, ik weiger, ja. Eén, zal ik nooit meer op mainstream media verschijnen. Nul, nooit en ten nimmer. Ja, en twee, doe die dingen alsjeblieft weg. Bij deze. Ze gaan van de tafel. En zo zijn wij ook een beetje aan het einde van ons gesprek gekomen, Brian. Nee. Wat kunnen we tot slot van jou verwachten de komende periode? Naast dat je natuurlijk lekker tegen de muur aan trapt op Twitter, wat je ook vooral moet blijven doen. Dat brengt wel wat teweeg, maar wat kunnen we nog van jou persoonlijk verwachten op zakelijk vlak binnen korte tijd? Niet zoveel. Ik moet toch ook mijn centjes verdienen. En ik ben lekker aan het ondernemen. En ik ben lekker bezig. En ik zal altijd op de achtergrond blijven. Ja. En dus niet zo gek veel. Nee. En, Brian is gewoon Brian aan het zijn. Brian is gewoon Brian. En ik heb geen media nodig om me gelukkig te voelen. Of dat ik op tv moet. Nee. Heb je allemaal al gezien? Seen that, done that. Hoe zeg je dat ook weer? Been there and done that? Nee hoor, ik vind het goed zo. Helder. Ik wil jou bedanken voor het aangename gesprek. Dankjewel. Ik hoop jou op korte termijn nog eens te spreken. Er komen genoeg dingen aan. Wellicht ontwikkelingen die gaan gebeuren vanuit de USA. Dat we daar nog eens kort over gaan praten als die ontwikkelingen zichtbaarder worden. Ja. En voor de rest, voor de mensen die Brian willen volgen, ga naar zijn Twitter. Hoe komen we daar, Brian? Brian Roy. Toets Brian Roy in Twitter. Ajax, ja. Brian Roy het Ajax. Nou, lijkt me niet of moeilijk. Ed Brian Roy Ajax, geloof ik, ja. Ja, zit ook een hoog. Het is ook lachen, een beetje humor af en toe. En, je prikt en je steekt wat. En het moet wel leuk blijven ook in deze moeilijke tijd, waarin heel veel mensen het ontzettend moeilijk hebben ook natuurlijk, met alle respect. Absoluut. Maar keep your head up.
Hold the line. Lijkt me een prima einde en een goede tip richting de kijkers ook. Bij deze, Brian Roo, nogmaals bedankt. En tot snel. Ja, wij schudden wel gewoon handen. Absoluut. Niks aan de hand. Niks aan de hand. En voor de kijkers wil ik zeggen, hou ons in de gaten. Café Welsmatch komt regelmatig met dit soort gesprekken. Leuk als je het like, deelt en noem maar op. En ik zie jullie graag weer tot de volgende keer.